Dit is het Omroep Tilburg Regio Nieuws van vrijdag 4 mei. Met vandaag: herdenking op vliegbasis Gilserijen. Open dag crematorium Tilburg. Het project van het Stadsmuseum genaamd Herdenken en Vieren, waarbij ze op verschillende basisscholen in Tilburg aandacht besteden aan hoe de Tweede Wereldoorlog was in Tilburg, is volgens projectleider Benny van der Donk succesvol afgerond. De gemeente Tilburg en het plaatselijke comité 4 mei heeft natuurlijk, vindt het heel belangrijk dat kinderen de verhalen van Tilburg goed kennen. De historie natuurlijk van de feiten, wanneer is Tilburg bevrijd en hoe is dat precies gegaan. Maar ook de verhalen over verzetshelden of bijzondere mensen in die tijd. En Stadsmuseum Tilburg heeft graag meegewerkt met heel veel partners aan dit educatief programma. Omdat het Stadsmuseum Tilburg natuurlijk heel goed is in het weten van de historie van Tilburg. Via Instagram kon de jongere Marie-S van Ierland volgen. Het account werd beheerd door het Stadsmuseum, maar de berichten waren gebaseerd op de ervaringen en herinneringen van Marie-S. Marie-S vindt het belangrijk om de jongeren haar verhalen mee te geven. Voor de kinderen van die leeftijd in Tilburg te vertellen hoe wij het ervaren hebben. Omdat ik het idee heb dat na zoveel jaar die verhalen gewoon ook allemaal een beetje hier en daar vervormd zijn. En overdreven zijn of dat ze helemaal niet tot uitdrukking komen wat er gebeurd is, dat het vergeten is. Dus ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen, omdat het een educatief project is. Tilburg was een middelgrote plaats en in feite maakte je in elke stad en dorp wel wat mee, maar het was natuurlijk nergens hetzelfde. In principe natuurlijk wel, want het was oorlog. Maar in de ene stad gebeurde natuurlijk meer narigheid dan in de andere. Ondanks de oorlog heeft Marie-S een geweldige jeugd gehad in Tilburg, vertelt ze. Ik was maar een kind van 11 tot 15 jaar. Wat zou mijn ervaring kunnen zijn? Gewoon spelen. En als er onraad was en er waren vliegtuigen in de lucht, dan ging je de schuilkelder in. Of je ging, als je aan het fietsen was, de droge sloot in. Maar verder probeerden wij natuurlijk allemaal gewoon ons eigen levensritme vast te houden. Want we moesten zien te overleven. Maar er gebeurde natuurlijk van alles in je omgeving. Maar als kind beleef je dat natuurlijk heel anders dan grote mensen. Op herdenkingsdag zal het Stadsmuseum een kleine expositie vertonen over het project. Marie-S zal daar ook bij aanwezig zijn. Projectleider van de Donker projecten zoals deze graag vaker doen. Het stickerboekje wat we hadden gemaakt met alle verhalen en de feitjes van de historie, dat zal zeker zo blijven bestaan. En we gaan de komende jaren, hebben we met de gemeente overlegd, ook door met dit project. We hopen dat alle scholen, alle 62 basisscholen mee gaan doen. Ja, dan nodigen ze natuurlijk van harte vooruit. En volgend jaar zullen we kijken of het Instagram-project in een nieuwe vorm ook weer een rol kan spelen. Op vliegbasis van Gilserijen nam vanmiddag de ceremonie en monumentenhulling plaats over de Dambuster. Pilot officer LJ Burpee en zijn crew worden op deze middag herdacht. De crew gaf hun leven voor onze vrijheid. Met het monument willen zij de crew hierbij herdenken. Twee jaar geleden, in 2016, een boek las over de Dambusters. Waar ik in dat boek pas las dat het een van de toestellen was die hier op het vliegveld is gecrashed. Dus voor mij was dat eigenlijk de aanleiding om hiermee te gaan starten. En ja, het kon niet sneller. En het moment dat het nu net dit jaar 75 jaar na dato is dat hij hier gecrashed is, kon eigenlijk niet beter. In combinatie met de traditiekamer hier op Gilserijen zijn wij in gesprek gegaan. Ik ben in gesprek gegaan met Leo Klerks van de traditiekamer. En wij vonden alle twee van ja, dat moet nou toch onderhand wel eens iets gaan komen voor die mannen. En we zijn in gesprek geraakt met de basis en hebben daar uiteindelijk toestemming voor gekregen om een monument op de crashlocatie neer te mogen zetten. Tijdens de ceremonie werd ook de expositie over de Dambuster aangekondigd. Na een tijdje overleggen kwamen de Koninklijke Luchtmacht en de organisatie tot het volgende ontwerp. Die is ingericht in een wat wij dan noemen traditiekamer, wat eigenlijk een museum is. En dat museum dat vertelt de geschiedenis van de vliegbasis Gilserijen vanaf 1831 tot nu toe. En een van de punten die daarin naar voren komt is de Dambuster operatie. Dat tot het idee gekomen om een expositie plus een herdenking plus een monument neer te zetten. En dat is vandaag gebeurd. Familieleden van Burpee zijn heel blij dat er na zoveel jaren nog aan de piloot en zijn crew wordt gedacht. Het is een ontwerp, dat is natuurlijk ook in overleg gegaan. De bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht heeft een stuk van een motor ter beschikking gesteld. Dat is een bruikleen. Een motor is een krukas van een soortgelijke motor als op het vliegtuig hier achter ons. En aan die krukas zijn 7 zuigers
gemonteerd. Er zaten er 5 zaten al aan vast. 2 zijn er extra bijgezet, er zijn dus 7. En iedere zuiger staat voor 1 bemanningslid. Zoals het er nu bij staat, lijkt het net ook alsof er een bloem tot bloei komt. Aanstaande zondag is er een open dag bij het crematorium Tilburg. Hier kunnen jong en oud langskomen om een kijkje achter de schermen te nemen. Het crematorium wil hiermee mensen informeren over wat er allemaal gebeurt bij het crematorium, om zo de taboe rondom de dood lichtjes te doorbreken. We zijn daar denk ik ongeveer 10 jaar geleden mee gestart. Om vooral de gemeenschap van Tilburg en omstreken te informeren over ons werk hier. En over het algemeen is het zo dat rond uitvaart toch nog wel wat taboes zijn. Mensen vinden het spannend, eng, hebben zelf een verlies meegemaakt wat nog heel vers is. En wij dachten, wij moeten echt onze deuren openzetten, zodat mensen achter de schermen kunnen kijken, dat het een beetje milder wordt, zachter wordt, en dat ze hier zijn zonder dat er een overlijden voor hen is. En dat maakt ontzettend veel verschil. Het crematorium wordt zowel door jonge mensen met een gezin als ouderen bezocht tijdens de open dag. We zien wel zowel jong als oud. De grootste groep zijn zo rond de 60. Maar we zien ook gezinnen met kinderen. Het moet een fijne sfeer bieden, zo laat directrice van het crematorium Marielle weten. Openheid en laten zien hoe het eraan toe gaat is dan ook het doel. Op deze manier kunnen wij ook laten zien hoe bij ons de ruimte eruit ziet waar werkelijk de crematie plaatsvindt. En ook die ruimte hebben we ingericht in een beetje een huiselijke sfeer. Dat die voor mensen ook niet kil en koel en technisch aanvoelt. En die willen we graag laten zien. Afgelopen dinsdag was de opening van de Grand Café bij het crematorium. Het is een van de nieuwe plekken waar mensen persoonlijk afscheid kunnen nemen van hun geliefden. Het crematorium is voorzien van verschillende ruimtes, zodat men die op zijn eigen manier kan inrichten. Het is in het verleden altijd gedaan met 3 organisaties, Dela, Monuta en het crematorium. Maar nu hebben wij een Grand Café geopend en wilde ik het graag naar voren halen, omdat wij graag het Grand Café Ode willen presenteren. Dus nu doen we het alleen. Tot slot nog het weer. Het blijft heerlijk weer dit weekend, met op zaterdag temperaturen tot 21 graden en zondag tot 24 graden. Vergeet je niet in te smeren. Dit was het Omroep Tilburg Regio Nieuws van vrijdag 4 mei 2018. Voor meer nieuws kunt u terecht op onze website www.omroeptilburg.nl.